nieuws. Wat was het nieuws? Een demo. Demo. Oh, ja, dat is altijd spannend, want hoe werkt het en alles. Maar ik heb een, we zijn bezig met een demo EHR, Electronic Health Record systeem. Dus dat is een ding wat ik, weet je, hoe zou een leverancier zijn eigen software kunnen koppelen met een nutsnode. En dat is voor ons natuurlijk ook eventjes een mooie manier om erachter te komen of wat wij aanbieden, dat eigenlijk ook werkt, of de API's een beetje duidelijk zijn. Dus ik heb hier een demo ERR'tje met een lijst van patiënten uit de geïngeerde database. En dat is een Engelse database met allemaal nummertjes. Maar wat ik hier wil laten zien is eigenlijk, hoe werkt het loginproces? Dat wordt gedaan met een logincontract, zoals Wouter maar ik net al omschreef. Het is dus niet alleen maar het afgeven van attributen, maar we geven via een IRMA-contract het jouw leverancier toestemming om het nutsnetwerk te bedragen voor een bepaalde periode met een bepaalde doelbinding. Dus ook om te voorkomen dat op een gegeven moment jouw leverancier namens jou bijvoorbeeld allerlei queries zou kunnen gaan doen, oneindig. En door bijvoorbeeld te zeggen dat je, dit is immers mijn arts, dus ik mag alles bevragen. Dus je probeert zoveel mogelijk die verantwoordelijkheid naar die gebruiker te leggen. En wat je hier ziet is ons, ons open source user interface. Dus dat is heel de basis. Kijk, het begint dus met een mooie inloggen. Er komen instructies bij te staan. En als we geluk hebben, gaan we het ook nog kapot zometeen. Dan kun je een mooie foutmelding in beeld krijgen. Laten we hopen dat het goed is. Ja, we hopen dat het stuk gaat. Dit is de CSS, ja. Ik ga nu even de QR-code scannen. Ja, dus niet de JavaScript die dat doet. Nee. Dus dat... Oh ja, zo onderdeel van de CSS krijg je gratis of niks. Ah, ja, het beweegt inderdaad. Ondertussen hoop ik dat het internet zelf niet lukt. Ja? Oké, dus om een voorbeeld te geven. Ik zou voorlezen wat hier op het scherm staat. Er staat, ondertekenen geeft toestemming aan HELP, of aan deze OpenERR-systeem. Om de zijn of haar naam het nutsnetwerk te vragen, deze toestemming is geldig van vrijdag 14 juni 3:50 tot 3:50. En dan kun je er nog een doelbinding in zetten. Dus je zou kunnen zeggen om bijvoorbeeld toestemming te beheren, patiënten op te vragen of zorg te leveren. Of wat je ook maar wilt. En daarmee kun je dus ook weer die verschillende domeinen. Voor je dan zelf de geldigheid? Nee, die wordt bepaald door het. De leverancier bepaalt dat. Dus die zegt van nou, wat wij noemen een sensible default, een uur bijvoorbeeld of zo. En daarna dan. Je kunt ook zeggen, dat zou je bijvoorbeeld die user interface kunnen zeggen van. Bewaar mij voor een hele dag, ik zit achter mijn computer. Dit is mijn kantoor, hier zit de hele dag, dus ik wil niet elke keer hier inloggen. De andere kant moet dezelfde tijdspanne accepteren. Ja. Als jij er een jaar van maakt, en de andere kant zegt jij, 2 uur is max voor medische gegevens. Ja. Dan zal die natuurlijk niet gespeeld. Ja. En je kunt dus kiezen, wil je je hele, hoeveel interactie heb je met dat netwerk? Dus wil je je hele sessie autoriseren aan Irma? Of ben je ingelogd? Nou ja, ik neem aan dat jullie gewoon een account hebben, een logje in, gebruik zijn wachtwoord. Maar op een gegeven moment wil ik toestemming gaan leren. En dan moet ik, heb ik interactie met Irma, en dan moet ik mijn autorisatie eleveren voor een half uur of een uur. Zo kun je er nog naar kijken. Maar dat doe je natuurlijk niet. Dus het is gewoon inloggen en al. Ja, wij gebruiken het hier als login, maar je kunt prima je eigen user-administratie naast houden. Alleen met een kind het netwerk vragen deze elevatiestap. Nee, dan wordt het zo'n tweede tijd. Dus het is een technisch dingetje, maar hier zie je dus wat er uit het validatieresultaat komt. Dus je hebt een heel lang token, daar zit het hele contract in, al die tekst die ik net voorlas, en die wordt ook meegestuurd met het netwerk in. En elke node in het netwerk kan dat ding valideren. Ik kan zeggen, hij is valid, en dat gebeurt op allerlei, basis van allerlei checks. Dus in onder andere dit tijdsbestek. Maar ook of, of de crypto klopt. En er komt een aantal dingetjes uit. En dan heb je hier dus een AGB-code. En AGB-code, ik was er vroeg bij. en we hebben dus intern hebben we nummertjes. En dit is dus zo'n verstelling met voor de mensen die urns kunnen lezen. Dit is, OID's. Of OID's kunnen lezen. Ja, dit is het AGB-nummertje. En als je hier in Vries staat, dan is het een BSN. Maar dat maakt niet uit. Dan hebben we nog een andere zorginstelling, en dat heeft het nummertje 2. En toevallig hebben ze allebei dezelfde patiënten, dat is wel makkelijk, dan kunnen we van elkaar gegevens uit gaan wisselen. Dus Aaron, 697, ik denk dat het gelukkigste getal van zijn vader was, heeft nog geen externe partijen. En hier zul je dus zien
hoe dat adresboek werkt. Ik kan hier gaan zoeken op partijen die in het adresboek staan. In het publieke deel van het adresboek. Dus, en dat is dus, we hebben nu een hele minimale implementatie van het adresboek waar al die crypto nog niet in zit. Dus die worden op dit moment toegevoegd gewoon door de partijen zelf. En zolang het netwerk overzichtelijk is, dan is dat voor nog geen probleem, want dan zijn de partijen die elkaar vertrouwen. Zodra er zeg maar, tientallen mutaties per dag gaan komen, dan moet je natuurlijk wel iets anders hebben. Dat is de reden waarom je daar naar het model van Wout wil. Nou, dat was wel een van de zorggroep. Kijken. Ja hoor. Ik voeg nummer 2 toe, dat is de buurman. En ik heb nog geen toestemming gegeven. En voor die andere partij zoek ik ook Aaron op. En dan voeg ik. In principe wil je eigenlijk dat dit nu op de lijn gaat. Maar volgens mij moet je even kruislinks toevoegen. Op een zorggroep. Volgens mij was dat nummertje 1. Zo. En hier zie je dus dat staat nu van elkaar. Dus dit is zorgpartij 2 die aan 1 toestemming heeft gegeven. En nummertje 1 die aan 2 toestemmingen, of tenminste heeft toegevoegd als externe leverancier. Dat is heel belangrijk. En daarna gaan we toestemming geven. Ja, dit zou je dus ook kunnen gebruiken op de basis voor je multidisciplinaire communicatie. Ja. Maar nu is er alleen nog maar 1 zijde toegevoegd. Ja. En je hebt nog geen toestemming aan de andere zorgbestemming gegeven, dat die mag weten welke zorgbestemming allemaal bekend zijn. Ja. En dus je kan zeggen, je mag weten van mij wie mijn huisarts apotheker is bij het ziekenhuis. Maar als jij ergens anders bij een GGZ-instelling zit, dan geef je niet toestemming. Dus ik heb zojuist zorghuis van slag toestemming gegeven om de mijn data op te vragen. En daarmee ook te weten dat ik er ben. Dat het dus is. Aan de andere kant heeft dat dus, als ik deze vers, zie je dat de toestemming is ontvangen. En als ik dus nu die toestemming hier ook geef aan de Goolse zorgboerderij, dan zie je dus dat. Dat het twee richtingsverkeer is, ga ik terug naar nummertje 1. Ik moet ze een ander kleurtje geven, dan wordt het duidelijk. En dan als ik dus deze pagina heb geperst, dan zie je hier ook toestemming ontstaan. En zo zie je dus dat twee zorginstellingen los van elkaar over dezelfde patiënt elkaar kunnen vinden en toestemming kunnen geven. En op dit moment zou... Hier zijn op onze zorginstellingen niet gaan. Ja. En op dit moment zouden deze twee partijen dus bij elkaar gegevens kunnen opvragen over deze patiënt. En aan de hand van dat token wat ik heb, wat ik met mijn telefoon heb afgegeven, kun je mij als individu identificeren. En in het adresboek zie je ook staan wie er in dienst is bij de partijen. En op die manier kun je dus ook de gegevens uit het aan de andere kant geven. En dat is geldig zolang mijn token geldig is, dus dan komen we niet. Dus het ene systeem kan je namens jou bij het andere systeem gegevens ophalen, omdat daar toestemming is gegeven dat de eerste zorginstelling erbij mag en jij opereert namens die zorginstelling. Yes. En het zit nu onder een knop, maar dat is in principe natuurlijk heel zwak bewijs voordat de toestemming is gegeven. Ja. En dit is de use case voordat je het gevraagd hebt aan de patiënt. En ja, zei ja. Vind je het goed? Ja, oké. Okay. En dat is natuurlijk ook een soort van instemming die je kan doen. Weet je, al die mondelinge toestemming is misschien leuk, maar dan krijg je ruzie over. Dus dat zal nu al niet geaccepteerd worden door de zorginstellingen. Die laten dat niet voor niets ondertekenen. En dus de volgende versie zou kunnen zijn, geef toestemming. En staat hier upload het document waarin staat dat die patiënt ondertekend heeft, dat de toestemming is. En dat wordt dan ook inzichtelijk aan de andere kant. Er zit een bewijs in, en dat bewijs kan van alles zijn. Dat kan een zorgleverovereenkomst zijn in de vorm van bijvoorbeeld langdurige zorg. Maar dat kan ook een verwijzing zijn, waarmee je impliciete toestemming eigenlijk al hebt. Of dat kan gerechtelijk bevel zijn. Dus er zijn een heleboel grondslagen waarop die toestemming kan geleverd zijn. Dat kan ook best zelfs zo zijn als het in de wet komt te staan dat er altijd toestemming tussen zorgbestel tussen de huisarts en het ziekenhuis is. Dan heb je in principe die overeenkomst dat je bij die huisarts in dienst of in zorg bent, zou dat al de grondslag kunnen zijn. Dus technisch is er al de grondslag. En dat kan iets heel expliciet zijn in de vorm van een ondertekend document of iets heel erg impliciet zijn zoals een wet. En volgend jaar wordt dit heel ingewikkeld. Je zegt nu, geef toestemming. En de vraag is natuurlijk, toestemming waarvoor? Ja, specificeer de context van de toestemming. Ja, en het idee wat we nu hebben is dat elke zorginstelling en dus ook een leverancier de keuze maken van hoe uitgebreid ze dat maken. En want we weten, vanuit Nederland bij de thuiszorg, daar vragen ze tijdens de intake die al anderhalf uur duurt, vragen ze alleen maar, mag de huisarts en apotheek mogen wij gegevens delen met de huisarts en de apotheek. Jouw huisarts en de apotheek. Zelfs de specifieke huisarts.
Maar vraag, stel eens geen andere vraag. En als wij die wetgeving interpreteren, betekent het dat als je dat selecteert, dan krijg je een stuk tekst. Je deelt dus dit stuk gegeven met die persoon. En dan heb je eigenlijk een specifieke invulling voor jouw keuze. En dus dan zou je ook kunnen zeggen, ik maak een user interface, dat je zegt, ik maak een kring van zorgverleners rondom mijn ziekte, en die sleep ik er allemaal heen, en die mogen van elkaar eigenlijk alles weten. Vind ik prima. Maar dat moet je dan eerst vertalen, naar een heel lang stuk tekst. Van, je verklaart dus hierbij dit en dat, en dit en die, en dat daarheen. Dat, dan heb je dus het specifieke deel, en dat moet dan eigenlijk ontdekken. Maar als je gegevens opvraagt, deel je die van jou als organisatie zijn. Stel dat je nog gegevens hebt gekregen van andere organisaties, dan ben je niet voor verantwoordelijk, maar je zet het in de regering. Dat klopt. Dat is wel het idee. Dus je bent zelf als zorginstelling verantwoordelijk wat jij deelt. Dus als jij moet voor jezelf ook bepalen of bijvoorbeeld een mondelinge toestemming voor jou voldoende is, of dat je dat helemaal vastgelegd wil hebben met een. Getekend contract, misschien zelfs wel met een eremondertekening van je patiënt. Dus je kunt zelf voor jezelf kun je dat zelf bepalen. Wat de situatie kan zijn natuurlijk, is dat je straks bij een zorg bij jouw huisarts zit en die huisarts zegt: goed is bij je ziekenhuis kijken. Ja. En dan draai je uiteindelijk om. Dat betekent dus dat het ziekenhuis wil dat waarschijnlijk de hoogste bewijslast hebben die op dat moment praktisch is. En dan is het wel heel fijn als je inderdaad ondertekende dingen kunt opnemen. Dat soort zaken. De bedoeling is ook dat als een PVO bekend is, dat die dus wordt meegenomen in die toestemming. Dus die wordt in plaats van tussen twee partijen ligt, zoals dat op het bord getekend is, komt er van derde partij bij, dat is dan de PVO. Ja, en daarin kun je dan ook zien welke toestemmingen zijn vastgelegd over jou, met welke bewijslast. Ja, maar dan heb je wezen, dat lijstje van drie, ja. Valt dan eigenlijk de zorginstelling tussenuit, want de patiënt die heeft een rechtstreeks relatie met de leverancier van de PVO. Ja. Ja, maar die toestemming staat dan op drie plekken eigenlijk. Behalve dat de patiënt de toestemming bij het PVO geen BSN bevat. Maar dat is dan even dus de edge case. Dat is de toestemming voor het delen van gegevens met het PVO. Voor interactie met het PVO. Nou nee, dat is dus, die doet dan meteen mee. Dat klopt. Maar ook, je kunt het ook zien, op basis van welke toestemming kan de huisarts dan die gegevens bij het ziekenhuis ophalen. Dus je kunt daar dus je contractje terugkijken, bijvoorbeeld die jij hebt ondertekend of die mondelinge toestemming die is. PVO is je portaal voor het beheren van je eigen toestemming. Yes. Ja, en die kun je erop intrekken. Je kunt ook zien wanneer er gebruik gemaakt is van die toestemming. Ja. Op een gegeven moment. En in principe heeft een PVO een impliciete toestemming om gegevens op te halen. Ja, maar die wordt weer expliciet vastgelegd op het moment dat je je PVO registreert. Ja, je moet je PVO registreren via één zorgbestelling. Ja. En daarbij kan je dan ook gaan zeggen, ik deel deze registratie met mijn andere zorgstelling. En dat hoef ik maar één keer te doen. En zodra je dat gedaan hebt, dan hoef je eigenlijk alleen maar één EMA-contract te ondertekenen als login, of als elevatie van rechten. En dan zou je via PVO gewoon bij al je zorgstellingen gaan op. En dit is wat we hier bestaan. Dit is ook wat we gaan behandelen komende dinsdag bij de workshop of de hackathon. Dus dan gaan we met een stuk of 16 mensen. Gaan we kijken of we dit bij mensen in hun eigen systeem kunnen inbouwen. Dus iedereen neemt zijn laptopje mee en gaan kijken of we een inlogging kunnen maken met een nutscontract. En dan bijvoorbeeld die toestemmingen met elkaar kunnen nemen. Deze draai ik mee als een van de nodes in het systeem. En dan hopelijk kunnen we aan het eind van de dag gegevens uitwisselen. Nee, die 66 gegevens uitwisselen, dus dat voor onszelf is heel metaforisch dat ze van A naar B gaan. Gegevens indienen, is dat nog niet? Nou, het is in deze inzien, maar dan gaan we daadwerkelijk met data over de lijn. Alleen het is wel de bedoeling om de gegevens bij de bron te laten staan. Dus je gaat ze niet zelf opslaan in je eigen systeem. Maar ja, daar moeten we afspraken over maken met elkaar. Je kan me voorstellen dat er een bepaalde, bijvoorbeeld een labuitslag wil je misschien daadwerkelijk wel in je eigen systeem hebben staan. Ja. Maar je mag ze zelf in ieder geval nooit meer opnieuw uit gaan delen. Dan kun je die variatie dus. Ja. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat je second opinion of zo aangevraagd. Waar je die informatie waar je de second opinion moet bepalen, dat je die wel ook bij je dossier wil hebben. Ja, okay. En dan registreer je hem zelf, of hoe zie je het voor? Nee, een actie. Is het dan een nieuwe registratie van jezelf, of is het een registratie met een eigenschap van de bron waar je vandaan hebt?
Want als je hem zelf opnieuw registreert, dan leef je hem dus ook weer op voor een keer. Ja, dan wordt het weer een uniek nieuw gegeven. Ja, dus dan krijg je die dubbelingen. Als je als iedereen dingen overneemt en dan... Ja, maar je kunt het wel veranderen. Dus ik vind het dan mooi bijvoorbeeld als jij een second opinion hebt, dan heb je misschien een soort van grondslag daarvoor. En dat kan een kopie zijn van een document dat je elders ook hebt opgenomen. Ja, dus het is een soort input state, maar het is niet iets wat je zelf geproduceerd hebt. Ja. Dus je kunt zeggen dat mijn registratie is degene, is mijn conclusie. Ja. Uit onder andere de gegevens die ik heb opgehaald. En dit zijn die gegevens, maar die geef je zelf nog uit. Maar ik neem aan dat het second opinion systeem, dat die daar iets moois voor maakt. Want je wilt in principe niet andermans gegevens uitgaan. Het grote voordeel daarvan is, dat hebben we ook met jouw collega's van zorgbedrijf een keer besproken. Als je dan gegevens... Wat zeg je? Oud-collega's. Oud-collega's. Hebben het ook bij Bol. Als je gegevens ophaalt bij het ziekenhuis, in een thuisopsituatie, bij de huisarts, en een dag later haal je diezelfde gegevens nog een keer op, ja. Dan kan er dus... Kunnen er dus nieuwe informaties, nieuwe gegevens toegevoegd zijn. Ja. Dat is een groot voordeel, want dan ben je opeens aan meekijken in een ander dossier. In plaats van dat je een eenmalige kopie maakt. Want dan moet je elkaar up-to-date gaan houden. En dan krijg je, dat wordt een plek. Ja, je moet in je eigen dossier als leverancier moet je ook overal gewoon gaan bijhouden waar je gegevens vandaan hebt gehaald. Niet welke gebruiker heeft gehaald, nee, welk systeem. En je moet er heel erg mee oppassen, want als inderdaad foutieve gegevens in het systeem worden ingevuld en ze worden daarna weer verwijderd, legitiem, omdat het niet klopte, maar het blijft leven in een ander systeem. Ja, dat is wel een probleem. Maar aan de andere kant kan je wel zeggen inderdaad, als jij onder behandeling staat en je wordt verwezen voor onderzoek, dat die resultaten terugkomen, omdat je daar een dossier van doet. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik zie het voor me dat je in een HIS, ik heb als huisarts te maken met twee verschillende ziekenhuizen, dat ik dan in het dossier van één patiënt heb ik twee tapjes waar ik ziekenhuis één. Dan klik ik op en dan haalt hij live op wat er in het ziekenhuis op dat moment bekend is aan gegevens. Dat lijkt mij op basis van de toestemming. Ja. En dan is ook de noodzaak om gegevens te kopiëren wordt steeds klein. Want de gemakkelijkheid. Ja, precies, het gemak van iets ophalen. Ik kan me voorstellen dat je second opinion dat je zegt, ja, dan wil ik wel vastleggen wat het op dit moment de state was. Weet je, dat snap ik ook. Misschien kun je wel hesjes trekken. Volgens mij wat daar ook gebeurt is dat degene die een second opinion geeft, die hoeft daar geen dossier voor op te doen. Correct me if I'm wrong, want die zegt van geef gewoon zijn mening. Net als je bijvoorbeeld als je ruggespraak gaat doen. Hè? Dus als je second opinion doet in de context van ruggespraak, dan hoef je niet eens toestemming te vragen. Want je noemt de naam van de persoon niet. Zeg van ik heb iemand met licht. Ik aan wie de second opinion aan het. Ja, maar het zou zijn dat die onderzoek helemaal vervolgens maar een patiënt uitgevoerd. Ja. Dan zou je wel inzien. Nou ja, ik denk dat we blij mogen zijn als we over dit soort problemen mogen nadenken, want dan hebben we heel wat inzien. Ja, dat is het. Maar op zich zullen jullie waarschijnlijk wel weten waar die gegevens uiteindelijk vandaan komen. Dat zie je ook. Als ik zelf ga meten met een PGO, moet ik die gegevens opsturen. Die huisarts wil het misschien wel bewaren, een stukje dossiervorm, maar hij hecht daar bijvoorbeeld een andere waarde aan. Als ik mij naar het lab stuurt en ik krijg de uitslag van het lab. Betekent misschien twee keer, wat is je cholesterol of wat dan ook, getest. En voor een lab heeft die toch een iets andere waarde aan dan als ik dat thuis met een apparaatje gedaan. Maar dan nog zou ik misschien wel als HIS-leverancier ervoor kiezen om die gegevens niet te gaan kopiëren. Want als die toestemming voor de gegevens wordt ingetrokken en al die patiënten gaan zeggen, ik wil dat je gegevens verwijderd. Dat wil vergeten worden. Dan moet je ze ook gaan verwijderen. Maar je hebt ze zelf niet gemeten, heb je zelf gemeten. Dat is wat ANG doet, toestemming aan vergeten te worden. Ja. En als jij het als huisarts meet, dan is het onder die behandelovereenkomst gedaan en dan heb je medisch bewaarheid. Dat vind ik niet te ja, dat eens sluit het allemaal niet uit. Toch als je een aparte plek hebt waar je data van patiënt opslaat die je makkelijk kunt verwijderen. Wil je nog wel wat bewaren, omdat je daar een beetje op kunt overlopen blijven, maar even zo. Maar ideaal. Ik denk wel, leveranciers zijnde en degene die sowieso een lange historie hebben in de software, dat die niet zo heel erg blij worden van dat soort zaken. Ja, dat komt dan ook. Als je meer wil weten over de status, dan ga je met single sign onder het systeem en dan ga je daar kijken wat er nog meer aan de hand is. Dat is de essentie. Je maakt de keuze zelf als leverancier. Precies, dat ik zeggen. Dat leukste is dit. Dit zegt niet de AB. Nee, klopt. Dit is een transactiemodel. Zeker ook naar waar je gegevens gaat poelen om het maar niet te zien. En dan zoals je het nodig hebt, naar je op. Of dat je ze inspant en verwerkt. Maar het mooie wel is dat op het moment dat je ziet dat er mutaties komen in die connectie tussen bijvoorbeeld je PVO en je zorginstelling.
dan kan je op die manier je connectie verbreken. En je zou kunnen zeggen, nou, dat verbreken van connectie, dat betekent overigens niet dat het weg is. Dat betekent alleen dat er een update komt tot die toestemming. En in die update zou je kunnen zeggen, verwijder alles wat je hebt. Dus op dat moment heb je de mogelijkheid om nog alle partijen die ooit toegang hadden, notificaties te sturen. Het is ook een, we gebruiken nu onder water het Fire Consent model. En daar is ook ruimte voor. Je mag alleen inzien, je mag ook kopiëren, je mag het gebruiken van wat allemaal. Je mag echt uitdelen over die gegevens. Dus we kunnen gewoon beginnen met je mag inzien. En als we dan. Dat is een kistje leren, je mag inzien.